Het enige wat ik dan doe is, dit was mijn instap van mijn initiële order. Hè? Stoplos in profit. Ja, klaar. Hey, welkom bij de Pakketje. Ik ben Chris. Ik ben Mary en vandaag een videootje over de stoplos. We hebben het al heel vaak over de stoploss gehad. En in de laatste livestream waren er weer vragen. Hoe sleep ik mijn stoploss nou in profit? En hoe je het echt in praktijk doet. Ja. Echt laten zien gewoon. Ja, en hoe ziet het er nou uit als je die handelingen dus uitvoert? Nou, daar gaan we dus vandaag een videootje over maken. Zullen we het een keer in... Die staat al open. Zullen we het in BitMEX doen? Ja, we gaan het in BitMEX... Vorige keer volgens mij Binance, doen we nou weer BitMEX. Ja, inderdaad. We hebben de laatste paar keren iets met Binance gedaan. Dan pakken we nu eventjes BitMEX erbij. Voor ons is dat ook makkelijker, omdat wij veel op BitMEX traden. Ja, dus. Allereerst. Wat ga je doen? Je gaat sowieso... Dat begint met elke trade. Ook sowieso als je op BitMEX trade, inderdaad. Ja, jij hebt natuurlijk je trainingsprogramma openstaan. Dat is in dit geval BitMEX. Maar je hebt altijd je technische analyse openstaan. Want je baseert je trade wel op iets. Ja. Op je analyse. Op je chart. Dan, we gaan niet in de levels, hoe ze getekend worden, of dat je er ook nog indicatoren bij wil gebruiken. Dat moet je allemaal even zelf bepalen en kijken naar de honderden filmpjes die we al hebben geüpload. Ja. Het gaat er nu gewoon even kort het voorbeeld, wat willen we gaan doen? Ter voorbeeld, wat gaan we nu nemen? Een short of een long? In principe maakt het voor het voorbeeld niet uit, maar als je zo naar de kaart kijkt, zou ik zeggen een short. Ja, is een klein shortje. We nemen een short en die wil ik oppikken, laten we zeggen, op... zullen we gewoon een dag de level nemen, dat is lekker makkelijk. Op de 126... Oh, dan kunnen we ook gelijk uitleggen van dat fondre. Ja. Dat is misschien wel leuk. Dat begrepen mensen inderdaad ook niet. Vaak een vraag voor. Ja. Ik heb hier, zoals jullie kunnen zien, een level getekend op de 126. En dan staat er 0,4 achter. 126 ja, is het. Ja, dat ronden we altijd eventjes af. Dan ga ik naar mijn training account. Ik wil dus een limit order op 126. 126 was het toch? Ja, 126. Ja, dan kan ik ervoor kiezen om hier long of short te gaan. We gaan dus een short oppikken. We nemen even één contractje voor het voorbeeld. Het stelt helemaal niks voor. Als ik ga frontrunnen. Ja, dat wou ik net zeggen, want je wilde hem gaan openen. Maar inderdaad, ja. Je kan hem gaan frontrunnen. En waar heb jij je chart in gelaten? Hier? Nee. Hier? Ja. Kijk, als jij hem gaat frontrunnen, dat houdt in dat jij dus inspeelt op dat je iets eerder in wil stappen als dat je level bereikt is. Ja. Dus dit level staat op 126. En als jij hem wil frontrunnen, pak jij hem ergens in deze regio op. Iets voordat jouw level gehit wordt. Ja, want we zijn nu op zoek naar een short. Dus dat betekent dat ik onder het level ga zitten. Ja. Was ik op zoek naar een long en was ik gaan frontrunnen, dan had ik dus naar boven moeten gaan. Dus je gaat altijd richting de koers toe. Dan heb je nog het tegenovergestelde van frontrunnen. En dat is backrun. Ja, backrun aan de andere kant van de medaille gaan zitten. Dat betekent dus dat je iets verder en als je iets verder gaat zitten, dan zit je eigenlijk iets safer in een trade. Heb je iets meer lucht, iets meer speling. En dat zit je vaak wel iets lekkerder in een trade. Oké, frontrunnen. Ga ik even als volgt doen. Ik ga nog een klein tipje erbij geven. Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Als ik ga frontrunnen, dan kan ik ervoor kiezen dus om een dollar laag te gaan zitten op 125. Ja. Wat ga ik niet doen? Wat ga je niet doen? Op 125 zitten. Waarom ga ik dat niet doen? Omdat dat een soort psychologisch ding is. Een soort rond getal is. Ja. Daar mensen zijn geneigd om daar... Ik wilde inderdaad precies hetzelfde zeggen. Als je gaat traden. Nog iets lager had gepakt, dat wou ik als voorbeeld geven op 41,20. Ja. Ga dan altijd op 41,21 zitten. Ja, of 21 of 19. Ja. Eén van die twee. Maar ga niet... Ligt eraan welke kant je op gaat. Ja, ga niet op een rond getal zitten. Want je zal ook in het orderboek zien dat daar altijd de meeste orders zijn gestekt. Want iemand die snel aan het traden is, die denkt, wanneer ga ik zitten? Noem maar voorbeeld. Wanneer ga ik traden? Ja, 4100 natuurlijk. Nee, 4099 of 4101. Daar moet je order plaatsen. Inderdaad, want dan heb je net een kleine advantage op de grote groep mensen die ook aan het traden zijn. Oh, wacht. Ik maak een foutje. Live ging ik bijna een foutje maken. Hij staat op gros. We zetten hem even op een 10x.
Altijd op letten, mensen, want ja. Je rekt jezelf keihard. En uiteraard is dit niet live, maar dit knippen we er natuurlijk niet uit, want... Je checkt als je je order gaat plaatsen waar die staat en je ziet het toch op tijd. Ja. Inderdaad, heel belangrijk om op te letten, cross-margin. Ga jij met altcoins traden, kleine side note. Zodra je switcht naar een altcoin, dus ga je nu naar Cardano om te traden bovenin. Even laten zien, maar gelijk. Ja, switch jij naar Cardano, bam, springt hij automatisch naar cross. Dus als je naar een altcoin gaat, altijd op die cross-margin letten. Zijn glabberd zo. Ja, dat is echt een hele belangrijke tip. Want heel veel mensen zijn daar al mee voor gaas gegaan. Ja. Oké, we hebben nu de shorts geopend. Oké, dat is allemaal leuk. Maar stel, ik word gevuld. Ja. Dat is de vraag van de meesten. Ga sowieso niet naar de koers toewerken. Want tuurlijk kan jij hier een short opnemen. Maar is je risico dan optimaal? Nee. Maar dat is iets voor een ander filmpje. Stel, ik word hier gevuld. Dan is de vraag, want daar gaat dit filmpje over. Waar plaats je dan je stoploss? Op je eerste... Hoe bedoel je? Waar plaats je je stoploss? Ja. Of wanneer plaats je je stoploss? Dat is de eerste Wanneer plaats je direct? Ja. En dan maken we altijd een stopmarket van, hè? Ik dacht alweer een stapje verder. Ja, eigenlijk. Nee, stopmarket. in dit geval, even, het is wel grappig, want we doen het nu gewoon allemaal live. Het is niet ingestudeerd, niks. Waar plaats je je stoploss? Onder of boven het leveltje? Boven het leveltje. Als we short zijn, ja. Boven het leveltje, want je wil niet dat de koers omhoog gaat, want je zit short. En gaat die koers toch omhoog, dan moet je zorgen dat je uitgestopt wordt. Want gaat hij te ver omhoog, kan je geliquideerd worden. Ja, dat mijn order staat op 124, even de 4000 laag weg. Dus ik moet sowieso erboven zitten, anders werkt mijn stoploss natuurlijk niet. Dat is nogal logisch. Waar ga ik dan mijn stoploss plaatsen? Heel veel mensen zeggen dan ook, ja ik word altijd maar uitgewikt. Even kijken, waar staan we nu? Daar dus we hebben hier het ordertje geplaatst. Ja. Dan kan je kiezen om hem hier... We hebben hem met een 10x, dus daar hebben we wat meer speelruimte als normaal. Hè? Er geldt een vaste regel meestal altijd voor stoploss 1-2%. Dat kan. Ik zeg al gelijk, gooi die regel maar overboord. Want we kijken alleen maar naar leveltjes. En dan kan je zelf voor je leveltje nog bepalen. Ga ik dat leveltje met mijn stoploss dan ook frontrunnen of backrunnen? Ik doe meestal, als het binnen de marge valt, ga ik hem backrunnen. Want juist dat leveltje wordt opgezocht. Die willen ze juist testen als die omhoog gaat. Dus ik plaats mijn leveltje altijd net iets erboven. Dus dit level stond op... 41,94. Dan ga ik hem net boven de 4200 plaatsen. We gaan hem nu dus inplaatsen op 4200. Stop market. En of het nu helemaal een clean level is, daar gaat het niet om. Hè? Set buy stop los. Oké. Hij zegt nu, ja, er is nog geen order open. Maar dat klopt, want die order is nog niet gevuld. Play stop los. Oké. Ja, ik heb er wel even een klein dingetje aan toe te voegen. Hij staat daar. Want we krijgen heel vaak de vraag... Wacht, ik zet hem even $1 hoger. Ja. Ja. Wij krijgen heel vaak de vraag, of eigenlijk, mensen zeggen heel vaak, ja kijk luister, ik ga er 2% boven zitten. Ja? Het gaat niet zozeer om de procenten, zeggen we net, maar zeg, voor het voorbeeld neem je 2%. Ja? Met een 10x verlies ik dus toch al 20%. Ja, dan zeggen ze, dan gaat het wel heel hard, maar dan ben je zelf verkeerd bezig, denk ik. Want je gaat natuurlijk nooit met je hele positie treden. Nee. Als jij met een vijfde van je account treedt, ik zeg maar iets, en daar... 20% van verliest. Tuurlijk is het 20%. Maar dat is niet 20% van heel je account. Dat is 20% van je huidige trade. Je kan niet 0,2% erboven gaan zitten om op die 2% te komen. Dat werkt niet. Daar gaat niet helemaal dit filmpje over. Maar dan kom je bij een paar andere aspecten. Dat is wel waar je mensen tegenaan lopen. Ja, maar je kan het heel makkelijk voorkomen. Er zijn een aantal oplossingen. Ik gooi mijn leverage omlaag. Oplossing 1. Dat kan. Ik maak mijn orders kleiner, dus ik ga niet met. Je moet niet met je hele account iets gaan doen. Nee, en dat hoort er inderdaad ook bij. Traden met leverage is grotere winst, maar ook iets sneller verlies. Nee, maar kijk, als jij je stoploss te strak gaat zetten, dan weet ik, dan word jij te vaak uitgestopt. Dan word je heel vaak uitgestopt. Juist je stoploss moet kunnen ademen. Als je dit niet doet, dan ga je recht gaan. Ja. Dus leverage omlaag, dat is 1. Je orders kleiner maken. Als jij hier balans hebt, dit is even een testaccountje, maar heb jij hier balans voor $1000. Dat betekent niet dat je met $1000 moet gaan traden. Nee, trade niet. Lekker gewoon met $100 dan. Dat is 2. Derde is... als jij minder risico wil gaan lopen... dan plaats je die order dan niet hier. Dan ga je toch pas je limit order hier plaatsen. En dan plaats je de stoploss daarboven. Ja. Dat is oplossing 3. Dat zijn 3 extra veiligheden die je zelf kan inbouwen. Ja. Nee, maar die vraag krijgen we regelmatig van... luister, ik heb mijn stoploss op 2% gezet... maar met een 10x verlies ik wel 20%. Ja. Leverage traden werkt gewoon even iets anders. En er zijn genoeg manieren om dat te voorkomen. En wat je zegt, trade je met 1000.
maak je een tradeje, of heb je 1000 op je account, maak je na een tradeje van 100. En een stoploss van 2% verlies je $20. Ja, en ben je hier nou niet helemaal vertrouwd mee, dan kan je er altijd voor kiezen om dit toe te passen op Binance. Hè? Alleen ja. Dan kan je alleen maar omhoog. Uiteraard. Nou, dit hebben we dus al ingeplaatst. We hebben dus de limit order ingeplaatst. We hebben de stoploss ingeplaatst. We zijn sowieso beveiligd. Ja. Hoe ik het zelf eigenlijk thuis doe, ik plaats eerst de stoploss en dan ga ik pas mijn limit order inplaatsen. Ja. Dus mocht er dan iets raar gebeuren, dan word ik sowieso... Dan de volgende vraag waar we in principe deze video voor maken. Waar die echt voor om gaat eigenlijk. Ja, en waar, waardoor we op het idee zijn gekomen. Ja. Wanneer en hoe zet ik mijn... Stoploss nou in profit. Ja, en dat is eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Jouw order, dit is mijn basisorder. Ja. Wacht, ik ga hem even voor de duidelijkheid ga ik hem even veranderen. Het was één contract, ik maakte er 4 contracten van. En dat heeft te maken met de take profit die we gaan doen. Want die maakt namelijk een cruciaal deel uit van jouw tradingstrategie. Dit is gewoon hoe jij altijd moet traden. Ja. Jij bent gevuld op 124. Jij hebt dus een positie van 4 contracten. Of dat er nou 100.000 zijn, of als je ze maar kan opdelen. In de regel is het altijd makkelijk om te zeggen, jij hebt 4 TP's. En een TP is een take profit. Ja. Dat betekent gewoon dat je een klein stukje winst gaat nemen. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. We hebben altijd gezegd, neem een stukje winst. Jij hoeft niet je hele order te sluiten als jij winst neemt. Jij kan bijvoorbeeld zeggen, pak je technische analyse er weer bij. Hoe ziet een take profit eruit? Een take profit is gewoon een eerstvolgend level. Ja, ik ben hier short gegaan. Op dit punt. Waar wil ik dan mijn eerste take profit gaan nemen? We hebben een short. Ja. Dit is mijn eerste take profit. Heel simpel. En dan kan je zelf op een gegeven moment bepalen waar ligt mijn tweede dan. Want meestal laat ik mijn eerste altijd lekker uitvullen. Dan kan je zeggen, nou, dan wordt dit de tweede. Dan heb ik nog een derde. Dat is meestal een groter leveltje. Die heb ik hier als weerstand staan. Ik denk dat je hier nog wel winst wil kan nemen. Want de kans op een reversal is aannemelijk. Dan hou je er nog 1 over, want het waren er 4. Wat doe ik met de 4e? Wat doe je met de 4? Daar zit geen eind aan. Die laat ik lekker uitlopen. Ja. Dat zijn de take profits. Alleen dan komt nu het echte dingetje. Wanneer zet je dus je stoploss in winst? De stoploss. Heel veel mensen die denken dan, oké, 24 in jouw geval ingestapt. Ja. Zet ik hem dan, zodra die op 24.10 staat, zet ik hem dan gelijk in winst? Dat is echt krap gewoon. Nee, de stoploss staat nu hier, hè, want die stoploss die staat er al. Dat is de stoploss hoe die nu staat. Als ik mijn eerste take profit heb behaald. Ik heb mijn eerste winst geïnt. Het enige wat ik dan doe is, dit was mijn instap van mijn initiële order. Stoploss in profit. Ja, klaar. Daarna ga je hem verder laten lopen. Wordt hij geraakt? Weet je niet. Wordt hij wel geraakt? Kan je stoploss meetrekken naar je volgende leveltje. Daar zet je hem dan weer in profit. Rinse and repeat. En mee laten lopen. Wat andere mensen soms ook wel eens doen, dat ze op een gegeven moment een trailing stop gebruiken, kan ook. Ik stel hem liever meestal handmatig in, omdat ik toch achter de knoppen zit. Het kan wel. Het is een alternatief. Ja, dit is het. Ja, dit is het. En andersom, in principe precies hetzelfde. Kijk, en ik snap het best wel. Het klinkt nu een beetje ingewikkeld. Kijk dit filmpje gewoon rustig door terug en probeer het, net zoals wij hier hebben gedaan, met... bijvoorbeeld in BitMEX hebben we het gedaan. Met 4 contractjes. Wat kost het ons? Het kost ons 0. Weet je, 0,001 of zoiets. Ja. Probeer het even een keer lekker op deze manier. Oefen lekker eventjes op die manier met een euro of een paar euro. En als je dit door hebt, dan heb je het door. Dan werkt het gewoon zo simpel. Dat was hem. Ik denk dat het best duidelijk uitgelegd is zo, toch? En het makkelijker blijf ik vinden aan BitMEX. Je kan gewoon lekker met die orders kan je gewoon slepen. Dat is het voordeel. Dus wil jij hem in profit gaan zetten, sleep hem naar beneden en je staat in profit. Heel simpel. Dat is het voordeel. Vond je het weer een leuke video? Abonneer sowieso op dit kanaal en druk op het duimpje. Dat waarderen we heel erg. En zo zien we dat de mensen het leuk vinden wat we doen. Onderaan deze video vind je de links naar ons Discord kanaal. Naar bijvoorbeeld BitMEX. Wil je daarmee beginnen, krijg je het eerste half jaar 10% korting op je trading fee via onze link en je support kanaal. Dinsdag, donderdag en zaterdag hebben we een livestream. Wil je daarbij zijn? Gezellig. En zo niet, dan zien we jou bij de volgende video. Ja.
Later.